Welkom allemaal bij dit webinar over hoe customer engagement helpt bij het creëren van klantloyaliteit. Mijn naam is Erik van der Kraats en ik doe dit webinar samen met mijn collega Rembrandt. En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over hoe bouw je nou klantrelaties, relaties met klanten op, hoe creëer je betrokkenheid, hoe kan je en eigenlijk inspireren om uiteindelijk een fan van je merk of van je bedrijf te maken. We gaan het dus hebben over wat is het nou, hoe kan je het doen, wat zou een aanpak zijn die je kan doen, welke oplossingen zijn er daarvoor, hoe zou je daarnaar moeten kijken. Ik begin eigenlijk met een aantal huishoudelijke mededelingen. Dit webinar wordt opgenomen, dus jullie staan nu allemaal op mute. Vragen kunnen uiteraard gesteld worden via de questions mogelijkheid binnen dit webinar. Die vragen zullen we dan proberen om ad hoc te antwoorden. En als dat niet lukt, omdat we net midden in een verhaal zitten, dan zal dat zeker aan het eind gebeuren. En dan gaan we proberen eigenlijk om dit webinar binnen een uur mooi af te ronden. Maar ik vermoed dat we daar nog iets korter over doen. Dat brengt me eigenlijk bij de agenda. Begin even kort met een voorstelrondje. Daarna heel kort over wie is TCOG. Waarom moet je nou starten met customer engagement? Welke oplossingen zijn er? En vervolgens van eigenlijk een stukje aanpak. Hoe moet je dat oppakken binnen je organisatie? Nou, mijn naam, zoals ik al zei, is Erik. Ik ben zelf 33 jaar oud, woon in Amersfoort, getrouwd, geen kinderen, maar wel één onderweg. Zo voor 6 weken moet ik mijn intro wat aanpassen. Ik ben zelf binnen TCOG verantwoordelijk voor business development. Dat betekent veel met nieuwe klanten in gesprek. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En dit webinar, zoals ik zeg, doe ik samen met Rembrandt. Rembrandt, zou jij misschien je even kort kunnen voorstellen? Ja, zeker. Goedemorgen allemaal. Even laten zien dat we echt live dit webinar presenteren. Mijn naam is Rembrandt. Binnen TCG verantwoordelijk voor sales, marketing, business development en onze partnerships. Ik ben ook een van de mede-eigenaren van het bedrijf. En net als Erik, getrouwd, niet woonachtig in Amersfoort, maar in het pittoreske Rotterdam. 2 kindjes en ik heb veel zin om vandaag met jou, Erik, onze klanten en prospects die deelnemen aan het webinar wat meer te vertellen over customer engagement. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om jullie een soort van bepaalde kant op te duwen, maar eigenlijk om te inspireren en te enthousiasmeren over wat dit voor jullie kan betekenen. We gaan eigenlijk door naar de volgende slide. Kort iets over TCOG, hè? Ja, maar ik denk dat het goed is om de webcam weer even uit te zetten. Idee. Voor de focus. En dan gaan we door naar de volgende slide. Nou, wat ik net aangaf, ben mede-eigenaar van TCOG, het bedrijf wat we in 2013 of 2014 eigenlijk in Nederland gestart hebben, maar al langere tijd in België bestaat. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. En wat doen wij dan? Wij zijn een trusted IT partner voor klanten die actief zijn in de fashion, de retail en hospitality. We bedienen zo'n 225 klanten in de Benelux. We zijn actief in 3 landen, hebben 3 kantoren, IJsselstein, Turnhout en Merelbeek, de laatste 2 in België. En met een 88-tal collega's zorgen wij dat jullie op een prettige manier met onze oplossingen jullie klanten kunnen bedienen. Nou, wat voor oplossingen zijn dat dan? ERP, dus dat is eigenlijk Enterprise Resource Planning, waar het staat voor financieel verkoop, inkoop, voorraad, de logistiek en het warehouse wat daaraan vastzit. We bieden dan ook geïntegreerde e-commerce en retail oplossingen. Daarbovenop BI en CRM, oftewel ook Customer Engagement, daarover zo meteen wat meer. Dat doen we met Microsoft Dynamics 365, Business Central specifiek voor het ERP. En een aantal andere oplossingen voor marketing, sales, customer insights en customer service. Daarover later meer.
En wij zijn voor wat dat betreft ook gecertificeerde partner op het hoogste niveau. Hier eigenlijk nog een keer de visualisatie, het propositiehuis, zoals ze dat zo mooi noemen, aan de rechterkant. Fashion Retail Hospitality, daarbovenop om het dak te bouwen, business software, customer engagement, waar het vandaag over gaat, integraties en BI. In onze optiek zijn dit de fundamenten die je als bedrijf neer moet zetten om goede controle over je bedrijfsprocessen te kunnen hebben. En daarnaast, je zag het even staan, onze Big Hairy Audacious Goal. Wij volgen een programma van Fern Harnish, Scaling Up. We proberen mooie groeistappen te maken. En ons doel is de nummer 1 IT-leverancier binnen de Benelux te zijn voor fashion, retail en hospitality bedrijven. Wil je daar wat meer over weten? Kijk gerust op tcog.nl/pitch. Daar staat het filmpje wat ik net liet zien, plus nog een uitleg over wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en wat onze merkbeloften en kernwaarden zijn. Ik gaf het net aan, TCG is opgericht in 2001 en in Nederland in 2014 van start gegaan. Inmiddels een mooie historie van 20 jaar. En de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt, ook op het gebied van hospitality sinds 2018. Mooie groeimarkt, kleine pauze ingelast door COVID. Maar we zien dat dat nu ook weer begint aan te trekken. En ja, de mensen hebben goed gespaard, zullen we maar zeggen. Letterlijk. En dat geld, dat wil men graag uitgeven. Daarnaast een overzicht van onze partners. Natuurlijk een belangrijke partner Microsoft. We doen veel met LS Retail. It's What Fashion is ons eigen fashion management oplossing. Die we bovenop Business Central als een app beschikbaar hebben tegenwoordig. En dan hebben we het over Business Central Online, de SaaS-oplossing van Business Central. Dat is eigenlijk het enige waar wij ons nu nog op focussen. En daarbij zijn wij met al onze klanten in gesprek om die transitie soepel te maken. We werken nog samen met Hillstar en nog enkele andere partners die ik nu eventjes niet zal benoemen. Mooi, dankjewel Rembrandt. Dat brengt ons eigenlijk bij... Ja, het inhoudelijke stuk van dit webinar, namelijk hè, customer engagement. En dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag, ja, waarom hebben we het eigenlijk over customer engagement? En om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk een stapje terug in de tijd. Om te kijken van hoe is die reis van retailorganisaties en e-tailorganisaties geweest. En wat je ziet is dat de... Ja, als we dan een jaar of 20 terug in de tijd gaan, dan zien we dat we een situatie hadden waarin een single channel strategie of single channel manier dat we op die manier zeg maar de relatie met onze retailers hadden. Oftewel, je had een fysieke winkel en dat was het eigenlijk. Je had alleen de fysieke operatie waar je als klant ging naar winkel om iets te kopen. Daarna, en dat is eigenlijk best wel in sneltrein gegaan, zijn we natuurlijk naar multichannel gegaan. Namelijk de e-com kwam erbij. Dus we konden als consument niet alleen naar de fysieke winkel, maar we konden ook online iets kopen. Maar dat was nog toegevoegd. Dus bedrijven deden beide. Alleen eigenlijk waren die kanalen nog volledig gescheiden van elkaar. En dat bracht ons eigenlijk bij de volgende stap, waar ook heel veel organisaties nu op dit moment staan, is dat die kanalen met elkaar werden verbonden. Ik heb zelf in de retail ook gewerkt, bij een grote telecom retailer. En daar zagen we eigenlijk al van wat die klant ook online kocht. Maar wat wij niet wisten is, ja, hoe engaged was die klant eigenlijk nou? En hoe tevreden was die? En wat voor type klant gaat het om? En ja, hoe betrokken, hoe engaged was die nou precies bij ons? En dan komen we dus eigenlijk bij de vierde stap, de vierde ja, revolutie zou ik maar bijna zeggen, in de ontwikkeling van retail. En dat is eigenlijk een fase waarin, ja, dat noemen wij unified commerce. En alle ja, muren tussen e-com, fysiek of dat je nou via marketplaces verkoopt, die zijn volledig weg. Er is dus één platform dat eigenlijk al die verschillende kanalen ondersteunt, waardoor je die klant echt centraal kan zetten. En dat is ook nodig, want ja, wat je hier ook ziet, hè, klanten die verwachten veel meer. En dat is eigenlijk een beetje parallel gegaan aan...
aan die ontwikkeling van retail. Je ziet dat klanten veel meer verwachten. En dat we dus ook de data op een veel betere manier moeten inzetten. En je ziet dat klanten veel meer geënt zijn op beleving. We weten ook veel meer, klanten weten ook dat we, hè, wij als retailers of wij als e-tailbedrijven, wij weten meer over klanten en dus verwachten zij ook dat wij iets met die data doen. Dus wat doe je dan met die inzichten om mij beter te bedienen? Dus ja, ze geloven ook dat je, dat je als organisatie, hè, als consument beter herkend wordt, dat je ze ook op een betere manier bedient. Het is ook een beetje van, hè, we weten als klanten dat er heel veel data over ons verzameld wordt, dus dan verwacht je in ieder geval van de andere partij van ja, doe in ieder geval er iets mee. Niet dat je als je Nike's net hebt gekocht als consument in het blauw, dat je vervolgens overal advertenties van Nike's tevoorschijn tovert. Dus dat is een stukje verwachting wat enorm is gegroeid, maar je ziet natuurlijk dat die realiteit heel erg anders is. En dat er best wel veel frustratie is over verkeerde content, dat er niet relevante content. Terwijl er ook allerlei partijen zijn die het kennelijk dus wel heel goed doen. En daardoor wordt ook de tolerantie die klanten hebben ten opzichte van organisaties die wel dat, zeg maar, dat stukje geheugenverlies hebben, die wordt gewoon steeds kleiner. Dus de klant die verwacht echt van zorg, ik heb alle voorkeuren met je gedeeld, doe daar iets mee. Want wat je ook ziet, is dat die rol natuurlijk van die retailer enorm aan het veranderen is. Hè? Dat vroeger ging je naar een winkel toe en je kocht een product, waarbij de toekomstige rol van retail is niet zozeer alleen dat transactionele moment, maar je ziet dat de retail zich echt kan onderscheiden op het gebied van educatie en beleving en een stukje theatralisatie eigenlijk. En dat daar echt een toegevoegde waarde zit voor retail, in plaats van ja, puur een product voor een prijs. Want die wedstrijd ga je namelijk nooit winnen ten opzichte van alle spelers die zich op dit moment actief maken als verkoper online. Die kunnen natuurlijk veel minder met mindere marges leveren en die leveren dus eigenlijk goedkopere producten die je overal online kan kopen. Maar ja, waarom komt die consument? Die wil echt dat stukje beleving en die is ook daar bereid om voor te betalen. Nou, dan is de vraag van hoe doe je dat dan? En dat doe je eigenlijk door te starten dus met customer engagement. En customer engagement, dat wil dus niet alleen zeggen, de data die je overal verzamelt, dat gaat echt over alle stappen in die klantreis, in die customer journey die je ziet. Dus dat gaat over marketing, dat gaat over verkoop, hoe is dat proces, het customer service proces. En al die data die wil je gaan benoemen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar degene die vandaag in dit webinar zitten van op welke wijze zetten jullie dan die data in om die reis te ondersteunen en te zorgen echt dat, dat je klant echt fan wordt. Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen met een aantal unieke klantprofielen. Dat je die data gaat verzamelen. Dat je die klantervaring eigenlijk van begin tot eind kan beïnvloeden en dat je daar grip op hebt. Dus dat is eigenlijk even van hoe dat plaatje eruit ziet. En dan wil ik eigenlijk even het woord geven aan jou, Rembrandt. Ja, dankjewel. Ja, je ging er snel doorheen. De vorige plaat zie je eigenlijk dat overal die data voorhanden is en die data die komt samen en als je data structureert, dan kun je daar intelligentie aan ontlenen en met die intelligentie krijg je nieuwe inzichten en die inzichten kun je gebruiken om je klant beter te kunnen bedienen en die klant geeft op haar of zijn beurt ook weer nieuwe informatie terug, waardoor je eigenlijk in een loop belandt, waardoor je continu een betere klantervaring kunt creëren en op die manier je klanten kan engageren, je producten kunt verbeteren, je
medewerkers beter kunt ondersteunen en je processen kunt optimaliseren. En dit is het fundament van Microsoft, hoe zij naar hun oplossingslandschap kijken. Dat noemen ze ook wel de digital feedback loop. Het woord feedback komt eigenlijk terug uit het feit dat het constant in beweging is. En als je dat kantelt, wat je nu in het scherm ziet, die data die wordt uiteraard op Azure beheerd en bewerkt. En vanuit Azure hebben we een mooie toolbox tot onze beschikking. Die noemen we Power Platform. Kom ik zo nog eventjes. Nee, kom ik niet op terug zometeen. Dus zal ik heel even uitleggen. Power Platform, dat is eigenlijk alles wat met het woord power ervoor staat. Dus Power BI, de BI-tool van Microsoft, die eigenlijk wel de leidende oplossing is in de wereld. Als je alle Gartners en de Magic Quadranten moet geloven. Dan hebben we Power Automate, een automatiseringstool om workflows te kunnen creëren. En een belangrijke is Power Apps. Dat is een low-code platform om zelf kleine apps te creëren. En daarmee is eigenlijk het Power Platform in de basis een mooie toolbox voor de eindgebruiker. Om de data die beschikbaar is op Azure nog meer betekenissen te geven. Daarbovenop heb je een aantal standaard applicaties ter beschikking. Dat is enerzijds aan de linkerkant Microsoft 365. En aan de andere kant Dynamics 365. En Microsoft 365, voorheen bekend als Office 365, zijn eigenlijk de productivity en collaboration apps. Dan moet je denken aan PowerPoint, Excel, Outlook, maar ook aan Teams. Om met elkaar te kunnen overleggen en te kunnen werken. En aan de andere kant heb je de business apps. Dat bestaat onder andere dan uit Business Central, uit Dynamics for Sales, voor Marketing, Customer Insights. Ze hebben nog HR-oplossingen, een heel scala aan oplossingen om die digital feedback loop optimaal te kunnen ondersteunen. Het belangrijkste eigenlijk in dit plaatje is de volgende schijf en dat is de AppSource. AppSource is eigenlijk de marketplace van Microsoft. De B2B marketplace waar je allerlei apps uit kunt downloaden. Die je direct op je Business Central tenant, je SaaS-omgeving kunt klikken. Zoals je dat ook gewend bent met een app die je op je telefoon gebruikt. Of het nou Play Store is of de App Store. Dat maakt niet uit. AppSource is de naam van de App Store van Microsoft. Waarin wij onder andere de Itsuit Fashion 365 fashion management oplossing beschikbaar stellen voor onze klanten. Dat is eigenlijk in het kort wat de filosofie erachter is om die data betekenissen te geven. Dan wat specifieker inzoomend op customer engagement. Laten we vooropstellen dat customer engagement geen software is. Customer engagement gaat over de manier waarop een organisatie zijn klanten bedient en dient. En de customer engagement, CE, zo noemt men de suite ook wel, ook vanuit Microsoft. Maar gaat dus veel verder dan alleen maar een bundeltje aan oplossingen. En de experts, als je een expert vraagt van wat is dan customer engagement volgens jullie, die hebben het dan over het activeren, enthousiasmeren en het vertrouwd maken en binden van de klant aan jouw brand. En het proces lijkt op het opbouwen van een persoonlijke relatie. Engagement betekent ook met elkaar iets doen, interactie of verloving. En dan kun je denken aan een vraag als van wat wil mijn klant weten? Wat wil mijn klant kopen? En hoe wil die de shopping experience ervaren? Bijvoorbeeld in mijn webshop of in mijn winkel. Wanneer wil die van mij iets horen? Wat heeft die al gekocht in het verleden? En waar kan ik hem nog blijer mee maken? Dus customer engagement gaat in de eerste plaats dus om het bedienen van klanten. En ten tweede om de gebruikers te faciliteren die klantgerichte processen goed te kunnen ondersteunen. Dus eigenlijk gaat het helemaal niet over techniek. Ik denk dat dat een beetje de bottom line ook is van vandaag. We gaan natuurlijk wel een klein beetje over techniek hebben aan het einde, om wat meer handen en voeten te geven. Maar de basis moet je goed gaan nadenken over wie zijn mijn klanten, wat willen die klanten? De vragen die ik net noemde. We gaan zorgen dat jullie eigenlijk na vandaag beter kunnen begrijpen en gedachten kunnen structureren hoe je met die klanten om wil gaan. En hoe je dat in lijn brengt met jullie missie als bedrijf. Erik, misschien kun jij het vanaf hier geven. Ja, zeker. Ja, ik denk dat inderdaad precies wat je zegt, hè, Raymond. Het heeft niet
zozeer met software te maken, maar dat je ook als je begint met customer engagement, dat je, precies wat je zegt, eerst begint met goed na te denken van wat wil mijn klant nu eigenlijk? En dat je ook na gaat denken van hoe ondersteunt mijn brand erin? Dus wat is mijn brandstrategie? Wat wil ik uitdragen? En hoe engage ik dan? Ja, wat betekent dat eigenlijk voor de momenten die ik binnen die klantreis heb om te engage met klanten? Daar kan je dan eventueel doelen aan hangen, processen voor inrichten. En uiteindelijk gaat het pas echt op het, hè, op het laatste over dat systeem. Maar begin nou gewoon eerst na te denken over van hoe gaan we te werk en daarna pas naar het systeem. Even kijken, ga ik even een volgende slide als die dat doet. Ja, wij kennen binnen TCUG de zogenaamde Customer Engagement Pyramide. En dat eigenlijk dat onderscheidt verschillende levels van engagement. En eigenlijk hoe hoger je in de piramide zit, hoe meer je je onderscheidt. En hoe meer, ja, staat een heel groot woord passie, maar hoe meer engaged je bent met dat merk. Misschien hebben jullie ook wel zo'n ervaring. Ja, ik heb zelf persoonlijk, als ik kijk naar met welke bedrijven ik me echt verbonden voel, waarbij het bedrijf echt denkt van oh, dit is echt onvervangbaar en altijd als ik iets koop, dan doe ik dat daar, omdat ik echt ja, het fantastisch vind hoe die klantreis eigenlijk gaat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een bedrijf zoals Coolblue, wat ik heel hoog heb zitten. Waar ik die klantervaring echt heel erg leuk vind. En ik ben daardoor ook bereid om veel meer te betalen. En elke keer als ik elektronica koop, dan koop ik dat dus ook bij Coolblue. Dus dat gaat eigenlijk over die bovenste blok. En misschien hebben jullie wel vergelijkbare ervaringen. Zet die vooral ook in de chat of als vraag binnen deze de GoToWebinar tool. Want ik ben heel benieuwd welke ervaringen jullie daarin ook hebben. Ga je dan één stapje naar beneden, hè? Dan heb je eigenlijk het gevoel van, nou, ik ben trots, ik voel me verbonden met dit bedrijf. Je hebt een aantal positieve ervaringen in ieder geval gehad bij de koop of het afnemen van die diensten. Het kan ook te maken hebben met de waarde waar ze zich mee positioneren of de dingen die zij doen. Dan ga je weer een stapje lager, dan heb je het over integriteit. He, dus dat heeft heel erg met vertrouwen te maken. He, dat, je weet dat als je een probleem hebt, dan ga je naar die partij, want je weet dat ze een bepaald probleem kunnen oplossen. Kijk, als ik persoonlijk kijk, dan denk ik bijvoorbeeld aan de Albert Heijn. Ik ben niet enorm engaged met de Albert Heijn, maar ik weet wel dat als ik honger heb of als ik boodschappen nodig heb, dan kan ik daar goede producten voor een prima prijs vinden en daardoor ga ik daarheen. En kom je dan bij het laatste, dat heeft gewoon met vertrouwen te maken. Hè? Er is weinig engagement, maar ja, je weet, dit bedrijf kan mij helpen, het houdt zich aan de afspraken. En dat is prima. Maar doorgaans probeer je wel zo hoog mogelijk, want dan ga je echt fans van je merk creëren. En fans van je merk die kopen natuurlijk ook meer, waardoor je uiteindelijk ook als bedrijf waardevoller wordt. We kennen ook zo een zogenaamd maturity model. Dat gaat heel erg over van hoe ver ben je als organisatie op het gebied van customer engagement. En daarin onderscheiden we eigenlijk vijf levels. Dus de vorige slide ging heel erg over van hoe voel ik me daar als consument nou bij. Dit gaat eigenlijk voor jullie intern van hoe ver zijn wij als organisatie daar eigenlijk mee. Wat je ziet is dat level 1, dan is er eigenlijk, ja, het is eigenlijk heel reactief. Er zijn weinig processen gedefinieerd rondom customer engagement. We weten eigenlijk niet zo goed. En er is weinig structuur rondom, er is weinig structuur rondom de klantreis en vaste momenten waarop je op een bepaalde manier interacteert met die klant. Tot en met level 3, waarbij er een gedragen idee is. Van wat betekent het voor ons? Welke doelen hebben we daaraan gedefinieerd? Het wordt ook een stukje voorspelbaarder. En level 3 is meer, je hebt het echt geïntegreerd binnen je bedrijfsproces. Dat betekent dus ook dat iedereen binnen de organisatie is op de hoogte van,
Van wat wil je nou precies bereiken? Hoe ziet dat proces eruit? Ook actieve sturing op. Dat betekent nog niet dat je het helemaal beheerst. Maar we zijn wel met elkaar allemaal bewust van oké, we moeten hier iets mee en we zijn ermee bezig. Level 4 wordt het beheerst. En als je kijkt naar level 5, dan is er eigenlijk een continu focus op het beheren van dit soort processen. En je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar MKB Nederland, dan zien we eigenlijk dat we nog een beetje in de onderste regionen zijn. Tot en met Enterprise Nederland, de Coca-Cola's van deze wereld, de Coolblues, die zitten echt wel op level 4 of level 5. Ik denk dat dat een leuk model is om ook voor jezelf te kijken van waar staan we en wat is er voor nodig om de volgende stap te maken. Het is niet zo dat je meteen op level 5 moet zijn, want misschien is het wel helemaal onhaalbaar, maar probeer wel stappen erin te ondernemen. Nou, als je kijkt naar software, softwarematig, van waar past dat nou? Hè? Want ik krijg heel veel vragen van, ja, maar is dat dan niet de data warehouse of moet dat niet vanuit een ERP gefaciliteerd worden of moeten we niet kijken naar CRM? Maar als je kijkt naar het plaatje zoals wij dat bij heel veel klanten tegenkomen, hebben we natuurlijk linksboven hebben wij Business Central. Dat gaat heel erg over het vastleggen van heel veel verschillende transactionele data. CRM gaat vaak heel erg over registratie van klantgegevens, van NAW-gegevens, over e-mail-interactie die je vast wil gaan leggen of een offerte-kans. Een data warehouse is vaak ook een hele mooie tool om in ieder geval inzicht te krijgen, wat een engagement platform ook faciliteert. Alleen een data warehouse is natuurlijk veel meer geënt op rapportage en het inzichtelijk maken van data, waarbij ze eigenlijk het stukje actionable, dus om er iets mee te doen, mist daar. Dat is ook namelijk niet de focus van data warehouse. Data warehouse gaat over structureren van data, inzichtelijk maken van data, met wat je rechtsonder ziet, een rapportage tool zoals Power BI. Dus eigenlijk zien we in het midden eigenlijk nog een groot gat. Er mist nog iets in dat plaatje. Om echt stappen te maken met die customer engagement. Omdat de bestaande platformen daar eigenlijk niet op ingericht zijn. En dat is een customer engagement solution. Er zijn allerlei terminologieën voor zo'n platform. Je hoort het customer data platform, hoor je veel. Customer experience platform. Geef het beestje een naam. De ene gaat natuurlijk wat verder op het ene, de andere gaat wat verder op het andere. Maar in de basis hebben we het over customer engagement. En als je googelt, dan krijg je ook allerlei oplossingen die zich daarmee bezighouden. Nou, wat doet zo'n platform dan? Hè? Dat gaat over aan de ene kant transactionele data. Dus we moeten dat vaak wel koppelen aan een ERP-oplossing. Zoals een Business Central waar alle data in vast ligt van wat heeft die klant precies gekocht. Maar dat willen we vervolgens ook gaan combineren met demografische data en gedragsdata. Nou, dan kan je bijvoorbeeld heel vaak denken aan social media gegevens die je ook kan koppelen. Wat we heel vaak zien is dat er een interne data scientist wordt ingehuurd en die gaat die data analyseren en er komen ingewikkelde modellen. Maar ook daar, ja, dan mis je vaak dus de stap naar actie. En een goed customer engagement platform stelt je dus ook in staat om aan de ene kant al die platformen met elkaar te connecteren, maar vervolgens ook tot actie over te gaan. En dat levert, als je dat op een goede manier inricht, een hele mooie increase in revenue. Je kan je voorstellen dat als een klant 3 maanden niks koopt, terwijl die elke maand wel koopt en jij weet dat en je bent dat actief aan het monitoren, terwijl die een gold member is, en je neemt daar een goede actie op, dan zie je dat gewoon gelijk omzet oplevert. Dat zie je ook bijvoorbeeld in retail, dat je bij de HEMA daar een paar jaar geleden mee begonnen. Die wilde meer engagement met hun klanten. Wat doen zij? Voor bepaalde mensen helden ze dat 1 euro bij of op verschillende tijdstippen. Waardoor je die klanten ook weer naar je toe trekt. Waardoor je ze weer engage. En dat kan je natuurlijk heel gesegmenteerd binnen jouw doelgroep op bepaalde momenten gaan inrichten als je dat zou willen.
Nou, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dit is een voorbeeldje van Dynamics 365, of een oplossing binnen Dynamics 365, Customer Insights. En dit is eigenlijk een voorbeeld van zo'n Customer Engagement Platform, waarbij je deze persoonlijke of deze persoon ziet. Je ziet hoeveel engagement, wat is de engagement score, wat is de spending, de lifetime value, hoe vaak zit deze persoon op internet of op mijn website bijvoorbeeld, en neemt dat af of neemt dat toe. Dat zie je ook met bijvoorbeeld de spending, neemt dat toe. Nou, voor Patty ziet dat er erg goed uit. Is er nog een churn risk? Met welke merken voelt ze zich verbonden? En eigenlijk een mooi platform dat je ook in staat stelt om haar bijvoorbeeld als een gold member te kunnen benoemen en daar dus ook bepaalde acties aan te hangen. En wat je eigenlijk dan wil, hè, Patty heb je dan op een gegeven moment als contact in jouw Customer Engagement Platform. En daar wil je eigenlijk, ja, je wil zorgen dat als je haar vast hebt gelegd, dan kan je vanaf dat moment dus ook gaan vastleggen van hè, wat heeft ze gekocht. Dat kan je eventueel inderdaad real-time doen. Je kan allerlei data die zij van haar gedrag bijvoorbeeld, of zij wel of niet op jouw website zit, of dat ze wel of niet iets downloadt, of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Of iets op je Instagram doet, dat kan je allemaal gaan tracken. En dat is dan wel weer input voor bepaalde campagnes die je dus kan definiëren voor verschillende clubs die je daar kan hanteren, of verschillende levels. Hè. Je ziet vaak een gold, silver, bronze member, dat zie je bijvoorbeeld bij de KLM, en dat heeft dan weer voordelen, gaan we het straks over hebben. Maar die campagnes die zijn in de basis, dus zijn eigenlijk de basis voor bepaalde marketing acties die je kan ondernemen. En daar, zoals ik net zei, hangen dan weer voordelen aan. En dat zien we bij KLM, zien we dat heel mooi. Dat hoe meer je vliegt, hoe meer punten je spaart. En dan krijg je weer korting. En dan kan je, dat biedt eigenlijk weer toegang tot een executive lounge of wat dan ook. Maar allemaal zaken om jou ook weer in deze customer engagement loop te houden. En uiteindelijk ook meer meer verbonden te laten voelen, maar ook meer om meer geld uit te geven. Hoe pak je dat dan aan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Raymond, kan jij ons daarover wat meer vertellen? Ja, daar wil ik jullie best wat meer over vertellen. Het is best wel conceptueel. Erik, als je heel even kan muten, dan heb ik een klein echootje bij jou. Als je kijkt naar wat Erik net allemaal vertelt, hè, mooie concepten, piramides, level 1 tot en met 5, welk puzzelstukje dat dan is. Maar ja, hoe ga je nou, wat ga je nou doen? Dan zeg je, goh, ja, doe mij maar customer engagement. Nou, het begint dus met nadenken over wat wil ik eigenlijk bereiken. En het begint natuurlijk dan door te begrijpen wat customer engagement is. Nou, dat hebben we geprobeerd net uit te leggen. En op basis ga je segmenten formeren. En die segmenten die kun je op basis van data zul je die moeten maken. Dat je je klanten kunt indelen in groepjes. Dat is eigenlijk wat segmenten zijn. Groepjes klanten die op basis van bepaalde criteria in dat groepje horen. Hele basale segmenten zijn bijvoorbeeld mannen, vrouwen, kinderen. Andere zaken kunnen zijn van klanten die het afgelopen jaar rode kinderschoenen hebben gekocht. In de maat 24 tot en met 27. Daar kun je een groepje van maken. En die groep kun je voorzien van eigen content. Oftewel, je kunt een mailing opmaken binnen diezelfde tool. Een template, mooie mail. En afhankelijk van wie die mail ontvangt, kun je ook nog elementen dynamisch maken. Kijkt een man, krijg je een ander plaatje dan een vrouw kijkt. En op die manier ga je die klant aanspreken met een gerichte actie of aanbieding. Dus je moet niet alleen denken van wie wil ik benaderen, maar ook over welke boodschap wil ik dan uitdragen. En wat wil ik dat daar dan het gevolg van is. De zogenaamde call to action. Zit er een coupon bij? Zit er een stukje informatie bij over die schoen? Want ze hebben schoenen gekocht in het, dat gaat over kinderen, dus nou, laten we zeggen even 4 en 5 jaar, die hebben die schoenmaat. Dat daar nog een gebruiksinstructie bij zit of een bepaald type schoen. Dat je zegt van goh, als je kindje nou groeit, kijk ook daar eens naar en doe er eens een leuke actie bij. Of als iemand elk jaar terugkomt, maar nu niet. Nou, waarom niet? Dan kun je daar ook weer wat aan doen om die klant te activeren. Nou, dat zijn eigenlijk zaken die bij customer engagement horen. En als je de volgende sheet zou willen tonen, Erik, dan kan ik iets meer vertellen over hoe je dat dan concreet kunt aanpakken. Nou, ik gaf het net al aan. Stap 1 is,
je eigen strategie bepalen. Wat wil jij als merk? En hoe ga je het nou aanpakken? En de customer engagement strategie, die gaat dan in op de vraag, voor wie dan? En hoe wil je die klanten bedienen? En hoe zien die stappen eruit eigenlijk? Wat ik jullie net vertelde. En wat belangrijk is altijd bij het bepalen van een strategie, is ook welke doelen wil ik bereiken? Wil je een bepaald percentage verhogen? Wil je je bounce ratio op de site verlagen? Wil je het aantal interacties vergroten? Wil je het aantal fans of ambassadeurs vergroten? Wil je meer contacten opbouwen in je database? Allemaal zaken die je vooraf kunt bepalen, gewoon met een getal kunt benoemen, om ook daadwerkelijk te bepalen of jouw customer engagement strategie uiteindelijk succesvol is. En als laatste begin je eigenlijk met het systeem. Welke leveranciers zijn er dan? Wat voor soort software zit er dan in? Hoe zitten die functionaliteiten in elkaar? Kies ik voor een Microsoft product of kies ik voor een product van een ander? Nou, daar meteen zometeen nog even wat meer over. Ja, en dan krijg je natuurlijk de stap. Nou ja, deze zat eigenlijk ervoor. Dat zijn de zaken die ik net benoemde. Hè. Hoe ga je de benadering doen? Hoe ga je de data bij elkaar brengen? Wat is je brandstrategie? Maar als je dan uiteindelijk komt tot een oplossing, zeg van hoe gaan we die oplossing dan implementeren? Als je dat met TCUG doet, wij werken met een tweetal leveranciers samen die customer engagement oplossingen bieden. Dat zijn enerzijds Microsoft en anderzijds is dat Voyado. Voyado is een Zweedse leverancier van een heel succesvol customer experience oplossing, zoals zij dat zelf noemen. Maar uiteindelijk doet het allemaal hetzelfde. Segmenten maken, acties opzetten, mensen benaderen en interacties of ambassadeurs werven of meer omzet genereren. Uiteraard gaat het daar natuurlijk in de end allemaal om. We willen gewoon de ervaring intenser maken om de terugkerende klant uiteindelijk meer te laten besteden. Even hoe je dat concreet dan aanpakt. Nog even één sheetje terug, als je mij een plezier wil doen. De aanpak van TCG is heel agile. Dat betekent dat we eigenlijk beginnen met een stukje vooronderzoek. Wat wil je nou eigenlijk met die customer engagement strategie waar we het over hadden? Daar gaan wij met jullie samen over praten. Moet je wel eerst zelf nagedacht hebben over je eigen strategie als bedrijf. Of je brandstrategie bijvoorbeeld. Maar uit het vooronderzoek komen allemaal punten die in die oplossing terug zouden moeten komen. Het gaat ook over inrichting, het gaat over het ontsluiten van databronnen, het gaat over het aanmaken van customer journeys, oftewel automation flows, waar allerlei triggers zitten. En we werken vervolgens met sprints, tweewekelijkse sprints, waarin we gezamenlijk met jullie een selectie maken in een sprint refinement meeting van welke topics gaan wij nu optuigen. En dat gaat uiteindelijk leiden tot een stukje interactie, waardoor wij steeds in 2 weken stukjes functionaliteit opleveren, waardoor je heel snel al tot een zogenaamd minimum viable product komt. Gewoon een oplossing die bruikbaar is om alvast bijvoorbeeld oude klanten die je nu hebt erin te zetten, wat standaard mailings die je nu al gebruikt op te maken en beginnen ermee te werken. Want dan gaat het vanzelf makkelijker en dan is de adoptie van zo'n oplossing ook veel groter. En door die kleine sprints hebben we snel draagvlak. We hadden het net al even over de verschillende oplossingen. We hebben het landschap van Microsoft, dat is links. Dan hebben we het over Customer Insights en Dynamics 365 voor Marketing. Dat zijn eigenlijk 2 oplossingen om enerzijds die data te kunnen segmenteren. Dus te kunnen opbouwen en segmenteren op basis van zoekcriteria, selectiecriteria. En anderzijds de marketing tool om die segmenten vervolgens van goede mailings te voorzien, daar workflows aan te hangen. De zogenaamde customer journeys, zoals Microsoft dat noemt. En aan de andere kant heb je Voyado, dat is een SaaS-oplossing, die 2 oplossingen eigenlijk in 1 tool aanbiedt en zich heel sterk richt op retailers. En dat retail is natuurlijk ook pure e-commerce of e-commerce met groothandel of e-commerce groothandel en een paar winkels of heel veel winkels. Maar eigenlijk zoveel mogelijk, hè, daar gaat het hele customer engagement over. Iemand die alleen maar wholesale doet en eigenlijk geen direct contact heeft met de eindklant, hè, waarbij jouw klant eigenlijk de retailer is, maar de klant van de retailer sta je niet mee in verbinding. Daarvoor zijn dit soort oplossingen niet relevant. Dit gaat echt op bedrijven die klant willen leren kennen, die klant willen binden aan het merk. Dan herhaal ik een beetje ook het verhaal van Erik. Maar daar zijn deze oplossingen voor geschikt. En samen met jullie bepalen we gewoon voor wat past het beste. Zit je wat zwaarder?
heb je er al wat ervaring mee, dan zou een Microsoft-oplossing een mooie stap zijn. Je kunt ook beginnen met alleen marketing, waarbij je wel flows opzet en mailings en segmenten kunt maken, maar op een wat basale niveau. En voor Yado is dan een mooie stap voor bedrijven die daar ook mee willen starten, maar wel eigenlijk gewoon gelijk willen dat het goed gebeurt. En dat is eigenlijk in vogelvlucht wat we vandaag willen vertellen. Dus met name inspireren, enthousiasmeren over wat is customer engagement? Wat moet je doen als bedrijf om daar goed mee aan de slag te gaan? Wat voor soort oplossingen zijn er? Welke aanpak hanteert TCUG? En wat voor oplossingen, heb ik net al gezegd, welke oplossingen er zijn? Uiteindelijk leidt dat tot een hopelijk een paar vragen. Zo niet, nou dan hebben wij natuurlijk fantastisch ons werk gedaan. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. En ik ben nog steeds erg benieuwd naar de ervaringen van onze deelnemers. Dus deel die vooral. Dat hoeft overigens niet nu. Maar als ik kijk naar de deelnemers, dan spreek ik hen met enige regelmaat. Dus dat is ook de vraag die ik hen in ieder geval de volgende keer dat ik ze spreek ga stellen. Ik zie verder helemaal geen vragen binnenkomen. Ja, ik heb hier één vraag via de chat, kom binnen. De vraag is, hoe geven we dit nu concreet handen en voeten? Stel dat ik er morgen mee aan de slag zou willen. Nou, dat is eigenlijk wat ik al probeerde uit te leggen in die sheet over hoe kom je nou tot de keuze. Als je weet als bedrijf wat je merk is, als je weet wat je uit wil stralen, als je weet wie je wil benaderen en je hebt al een mooi bestand van adressen opgebouwd, bijvoorbeeld vanuit je B2C e-commerce omgeving. En dan heb ik het echt specifiek over e-mailadressen waarmee je klantprofielen kunt gaan opbouwen, want daar begint het allemaal mee. Het begint allemaal met contacts, hè, met klantprofielen. En hoe meer je die klantprofielen kunt verrijken met attributen, hoe meer je kunt gaan segmenteren. En dat gaan we dan steeds verder verrijken met data als het shopgedrag online, het shopgedrag offline, een stukje social media kan er dan bij komen. Hoe meer we van die klant weten, hoe beter we kunnen bedienen. En een volgende stap zou zijn om gewoon met elkaar in gesprek te gaan. En te kijken van, hey, waar bevind jij je in die maturity flow? Hè? Ben je in level 1 of zit je al bij level 5? En dat bepalen we op basis daarvan. Nou, hoe moeten we een stukje vooronderzoek insteken? Vooronderzoek hoeft echt niet heel lang en lijvig te zijn. Het is geen ERP-traject, zullen we maar zeggen. De oplossingen zijn veel meer gericht op snel meters maken. En met een paar dagen heb je daar al een heel goed beeld bij, zodat we een mooi voorstel kunnen doen. En dat pakken we dan ook samen op met een Voyado of een Microsoft, om jullie daarin goed te kunnen begeleiden. En uiteraard zorgen wij voor de ontsluiting en follow-up om dat goed te kunnen faciliteren. Dus neem gewoon even contact, plan een afspraak en op die manier kan het balletje gaan rollen. Precies, dus het is inderdaad wat je zegt, Raymond, zoek contact. Wij kunnen altijd een inspiratiesessie faciliteren binnen jullie organisatie. Of een adviesgesprek. We kunnen jullie in contact brengen met bepaalde bedrijven die daar al heel ver in zijn. Zodat je ook als retailers of als eindgebruikers onderling van gedachten kunt wisselen. Die bal die ligt dus even bij jullie. Ik denk dat we een beetje verder, ik zie verder geen vragen. Erik, jij hartelijk bedankt voor je uitgebreide toelichting. De deelnemers bedankt voor hun tijd. Ik hoop dat de 3 kwartier waardevol zijn geweest. En voor de mensen die niet konden deelnemen en die de recording nu bekijken, ook jullie bedankt voor de tijd. Ik weet dat een aantal mensen zich hebben ingeschreven om het later nog een keer terug te kijken. Wij zorgen ervoor dat de informatie wordt verspreid, het PowerPoint deck wordt gemaild en er een linkje is om de recording nogmaals te kunnen bekijken. Nou, tot zover bedankt en dan gaan we lekker weer aan de slag. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld snel. Oké, bedankt. Fijne dag. Hey, dankjewel. Tot ziens. Fijne dag.